Onlangs opende Danone haar wereldwijde onderzoekscentrum in Utrecht. Door actieve bemiddeling van onder meer het ministerie van Economische Zaken is gekozen voor Nederland als vestigingslocatie. De aanwezigheid van kundig wetenschappelijk personeel was hierbij een belangrijke factor. De Nederlandse minister Henk Kamp van Economische Zaken opende het nieuwe centrum en sprak vervolgens met NV Nederland. Wat is zijn visie over grensoverschrijdende samenwerking? Wij zijn in Nederland heel erg gericht op samenwerking. Wij hebben een cultuur van samenwerking tussen onderzoekers, onderzoeksinstellingen, ondernemers en overheden. En diezelfde cultuur van samenwerking die willen wij ook graag hebben met onze Belgische partners, in het bijzonder natuurlijk onze Vlaamse partners. Wij denken dat de Nederlandse regio's, dat die ook de Belgische bedrijven veel te bieden hebben, omdat hier op een hoog niveau samengewerkt wordt aan producten die op de wereldmarkt afgezet kunnen worden. En dat is voor Belgische bedrijven interessant om daar ook in te participeren. De faciliteiten die we hebben voor Nederlandse bedrijven, die zijn op precies dezelfde manier ook beschikbaar voor buitenlandse bedrijven. Dat betekent dat als er een Belgisch bedrijf naar Nederland komt, investeert in research and development, in nieuwe producten en op grond van die innovatie ook verdient, dan valt de winst die ze daaruit maken onder een laag belastingtarief. Bovendien de kosten die ze moeten maken om te innoveren, daar kunnen ze ook fiscaal in tegemoet gekomen worden. Die faciliteiten die hebben wij voor Nederlandse bedrijven, maar onverminderd ook voor buitenlandse bedrijven. Dus Belgische bedrijven die naar Nederland komen en daaraan meedoen, die zijn van harte welkom. Wij zijn in Nederland dankbaar voor de goede samenwerking die we hebben met onze Belgische collega's. Dat geldt zowel voor de overheden als voor de bedrijven. Het is nooit genoeg. We zijn ambitieus, zoals ook de Belgen ambitieus zijn. Wij zien verdere mogelijkheden om samen te werken en de producten die wij te bieden hebben vanuit België en Nederland, om daar de wereld ook van te kunnen laten profiteren. Dus wij steken graag onze hand uit naar onze Belgische collega's om samen in die grote wereld op te trekken.